De gemeente Beuningen doet via sociale media een oproep aan kinderen. Zij worden uitgedaagd om cyberagent te worden. Burgemeester Daphne Bergman bleek namelijk gehackt te zijn. Oké, nou dat verslag is afgerond. Nou, ik ben gehackt. Ja, ik ben gehackt. En om dit nogmaals te voorkomen, hebben de wijkagenten opgeroepen dat cyberagenten ze moeten komen helpen door het spelen van een speciale game. Voor jongeren tussen de 8 en 12 jaar, waarbij ze de gevaren van het internet leren ontdekken en zich op die manier kunnen wapenen tegen die gevaren. Want volgens wijkagent Ricky Godefroy wordt er toename gezien in de strafbare feiten met een digitaal component. En dan kun je denken aan cyberpesten, sexting, bankpasfraude, helpdeskfraude. En vanuit die rol heeft de politie gezegd dat we daar ook echt actief iets mee moeten gaan doen. En is onder andere dit project in leven geroepen, zodat de jongeren van 8 tot 12 jaar zich kunnen wapenen tegen de gevaren van het internet en het herkennen. En om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, heeft ook de gemeente Beuningen bewust gekozen om dit te doen via een kanaal waar juist jongeren actief op zijn. Want ik denk, jij wil jongeren bereiken, dan doe je dat dus niet met een brief, hè, in de brievenbus. Ja, dan moet je ook een modern medium gebruiken. Dan zeg je, ja, dan werkt het filmpje het best, maar ook heel belangrijk het spel. Want juist door het te doen leer je niet alleen maar naar een filmpje kijken, maar juist door het spel te spelen leer je echt wat de gevaren van internet zijn. Dus zo hebben we dat met eigenlijk een hele groep mensen aangepakt. En we hopen natuurlijk dat heel veel kinderen het gaan spelen, want ja, er is zoveel aanbod. Hè? Dus we hopen dat veel Beuningse jongeren hier aan mee gaan doen.